Yo gasten, KMOC, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag ben ik met de one and only Alex. Alex, goed dat je erbij bent. Yes, tuurlijk. Yes, en Alex heeft eigenlijk nog nooit echt Brawl Stars gespeeld. Of wel? Nee, toch? Nee, maar ik heb wel een leuk beertje op mijn hoofd, denk ik. Ja, dat wel, dat wel. Dus in principe weet je al genoeg van Brawl Stars, want het is inderdaad een beer. Weet je trouwens precies. Ook, weet je wat die super ook gaat doen van Nita? Want Nita, zo heet die knokker. Weet je, toevallig? Wat die kan doen? Dan ben ik... Weet je niet, Bruno of zo, visjes jagen uit het water. Er komt een grote beer uit, dus je hebt helemaal gelijk. Ja, echt waar. Oh, dat is vet. Oh, oké, ik wil het uittesten. Ja, we gaan het zo meteen allemaal testen. Want wat we gaan doen, want Alex kan nog niet echt Brawl Stars, heeft het nog niet over gedaan. We gaan beginnen op laag niveau. Ik heb mijn Squeak nog niet te hoog, dus daar gaan we op spelen. Dan gaan we op één keer 700 trofeeën niveau en één keertje op 800 trofeeën niveau. Heb je er een beetje vertrouwen in dat het goed gaat komen? Nee, die 800 niet, nee. Nou, die 700 is ook al wel redelijk lastig. Ja, maar hey, ik heb jou erbij, dus dan moet het goed komen, hoop ik. Ik hoop het ook, anders gaan we alles verliezen. Dat zou niet leuk zijn. Maar check natuurlijk Alex's kanaal, link staat in de beschrijving. En smash dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Maar zullen we maar beginnen? Ja, ik ben er klaar voor. Moet ik dan klikken op ik ben klaar? Ik denk het wel, ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Trouwens, het eerste wat we gaan doen is Duo Showdown. Heb je dit wel eens gedaan? Ik weet het niet. Ik loop achter jou aan. Oh, zo loop ik. Oké. Okay. Hey, ik heb een berenpakje aan. Oké, dit stop. Je hebt hier van die doosjes, als je daarop hit, die kan je openen en er komt een krachtpunt uit. En dan word je 10% sterker. Dus elke keer als jij eet... Oh, nee, ik ben nog bijna dood. Maar elke keer als je dus één zo'n punt hebt, word je 10% sterker. Dat is eigenlijk, je moet zoveel mogelijk punten verzamelen en zorgen dat je als laatste overblijft. Oh, ik ben aan mij op je... Oh. Uh-oh. Ik ben een beetje dood. Ja, maar ik kom zo meteen weer terug. Zo meteen kom je weer terug. Als het goed is, hè. Ja, voor 5 seconden ben ik er weer. Dan kom ik je weer helpen, want ik zie dat je dit nodig hebt. Het gaat ook bij mij nog niet zo heel lekker. Go. Oké, daar ben je. Waar moeten we heen? Hoe kill ik mensen? Moet je op het doodhoofdje klikken? Je hebt aan de linkerkant heb je een schietknopje. Als je op dat schietknopje... Ik ben weer dood! Okay. Nee, joh! Dit is nog het... Oh, nee. Was dit het makkelijkste niveau? Dit was het makkelijkste niveau, ja. Oh, hij is al afgelopen. Oh, waarom kijken we zo zielig? Oké. Ja, dat is weer jammer, hè. Zullen we één keer nog het makkelijkste niveau doen en daarna een stapje omhoog? Want ik denk als we nu al een stapje omhoog gaan, dat het wel heel moeilijk gaat. Dat lijkt me een goed idee. Oké, dit komt goed. Moet ik op sluiten klikken? Denk ja, op sluiten en dan kan je weer op ik ben klaar drukken. Yes. Daar gaan we. En boven je poppetje heb je 3 balkjes. En die 3 balkjes is hoe vaak je kan herladen, zeg maar. Oké. Je gaat het zo meteen zien. Oh, ik dacht dat mijn levens waren, die balkjes. Ja, je hebt 1 grote balk, die 4200. Oh, dat zijn je levens. Okay. En die 3 balkjes eronder, dat is je reload. En mensen mij maar altijd afvragen waarom ik nog nooit Brawl Stars speel. Ik word beschoten. Oh, ze zien me. Hoe zien ze me in de bosjes? Ze wisten dat je er zat, dus dan gaan ze gewoon schieten op die bosjes. Wacht, ik ga op ze schieten. Hier. Pakken. Ja. Oeh. Ik ga ertussen. Eigenlijk moet je je super nog krijgen met die beer. Dan moet je volgens mij 5 keer een hit hebben gedaan of zo. Oké, nou dan ga ik eerst door. Oh, hier liggen allemaal kaartjes. Waar zo? Hallo meneer. Ik heb er... Oh, ik kan hem misschien pakken. Ik heb hem. Let's go! Nice. Oké, ik wacht heel even. Als je zo meteen weer levend bent, dan kunnen we die krachtpunten pakken. Want dan ben jij ook een stuk sterker. Yes. Het gaat al een stuk beter als het eerste potje. Ik heb nu gewoon een keer damage gedaan. Ik ben een blauw. Oh, nee, ik ga dood. Oh, jammer. Oké, ik denk dat we klaar zijn voor het hoge level. Ik denk dat we klaar zijn voor de hoge geschut. Ik denk dat we ook al wel ready zijn. Het ging zo belachelijk goed. Heb je trouwens wel eens andere game modes gedaan? Want dit is nu duo. Ik heb een keertje met dat je die edelsteentjes moest rapen, volgens mij. Oh ja, maar je hebt nog nooit knokbal gedaan. Nee, dat is met voetbal. Alleen dat vechten. Oh, voetbal? Is er voetbal? Ja, dan gaan we... Oké, we gaan dat doen. Oké. Oké, dan gaan we nu op 700 trofeeën spelen. Het idee is vrij simpel. Je hebt een bal en je moet die aan de overkant in het goal zien te krijgen. Dus als jij die bal pakt,
kan je die bal schieten. Maar ja, dat is lastig, want je hebt natuurlijk 3 tegenstanders die je proberen te verdedigen. Dus het is nog wel lastig, maar we gaan het zien, we gaan het zien. Oké, ja, ik ben er klaar voor. Oké. Knokbal, uh-oh. Waarom staat, wie zet nou weer zijn container op het voetbalveld? Ja, dat doen ze in Brals, is allemaal uh-oh. Oh, maar ze zijn wel aan het schieten. Oh. Ja, ja, ja. Oh, Jan, nu Paris. Ik heb hoort witte gebied. Oké, okay, even die dan. Oh, nee! Er zat iemand in dat hoekje. Oh. Ja. Het gaat mooi snel zo op deze manier. Oh, ik kan dit nog maar net verdedigen. Oké, okay, jij moet dit nu verdedigen. Ik ben er weer. Ik heb iets gekwakt. Je hebt wel een kill gemaakt. Je hebt de kill gemaakt. Oh, let's go. Je eerste kill. Kan die Piper missen. Oké, ik ben aan het maaien op die guy daarachter. Die is bijna dood. Oh, het is die kan je misschien in 1 of 2 hits hebben, ja. Ze heeft een jurkje aan. Ik noem hem een guy. Sorry. Maai. Oh, kan ze vliegen? Nee. Ze zit in de bosjes. Oh. Nee, heeft iemand gescoord. Je hebt trouwens nu wel je super. Zie je die grote gele knop? Oh, die ga ik uittesten. Als je die nu indrukt, dan krijg je hem weer. Naar deze. Hoppa! Kijk, zie je? Hoppa! Wow, he is huge! Lekker, man. Die kan echt OP zijn. Uh-oh, ik ga nu dood. Ik denk alleen niet dat we gaan winnen. Ik denk het alleen niet. Ja, maar dat is dus de verkeerde instelling. Die moet je niet hebben. Oh, ik zie de bal. Oh nee, dat stomme prinsesje. Die stomme prinses heeft gescoord. We hebben verloren al. Dat is weer jammer, hè? Ja, maar die prinses komt ineens met ballonnen de lucht in. Ja, het was ook wel inderdaad vrij lastig om op dit niveau nu al te spelen. Oké, nu gaan we op het echte niveau spelen. Dat is 800 trofeeën. Oké, let's go. Ben je er klaar voor? Ik ben klaar. Ik ben er helemaal klaar voor. Kom dan. Iedereen met 800 trofeetjes, ik heb jullie. Oké, zullen we nu dat je met andere knokken gaat spelen? Ja, heb ik die? Ja, je hebt andere. Ik heb, als je op je poppetje drukt. Ja. Dan moet je eerst op, ik ben niet klaar. Nee. Oh, ja. En dan op het poppetje en dan heb je andere nog. Oh, ik heb Shelly, ik heb Shelly. Ik heb Colt en ik heb Barley. Ja, doe maar Shelly. Shelly. Hey, ja. Shelly. Die heb je ook het hoogst qua level, dus dan maken we misschien nog een kans. Dat komt goed uit. Oh, ik kan die upgraden trouwens. Is dat goed? Oh nee, ik kan niet goed. Ja, dan wordt die weer net iets beter. Welk level heb je nu? Ik ben klaar. Oh, trouwens, shit, je bent nu trouwens nog niet aan. Nou, maakt niet uit. Je bent nu geen Shelly, je was vergeten te selecteren. Nou, daar gaan we gewoon zo over. Ja. Ik dacht dat ik een bellen aan had. Dit is toch Shelly? Oh nee, ik heb mijn berenpakje voorgaan. Alright. Moeten we eerst deze doosjes slopen? Ja, en dan worden we dus sterker. En hoe sterker je bent, hoe minder snel mensen je zullen aanvallen, zeg maar. Dus dat is ook een voordeel. Oké. Maar als we hier in de top 2 komen, dan vind ik dat al echt, zeg maar, echt heel bizar. Oh, dus er zitten meerdere teams in, zeg maar. En je hebt 5 teams en als we in de top 2 komen, dan hebben we het, zeg maar, goed gedaan. Uh-oh. Ik word beschoten. Help. Ik kom helpen. Hier kom jij! Oh, nee! Uh-oh, ik zal hier even die gadget inzetten, top. Uh-oh. Ik ben wel redelijk sterk. Ik heb 7 krachtpunten, dus dat is wel veel. Ik wacht even in de bosje. Ja, is goed. Oh, je wordt beschoten. Nee! Oh. Nee, je bent dood! Nu al. We hebben verloren! We hebben nu verloren, ja. Oh. Dit is wel echt jammer. Oké. Het ging toch wel iets minder goed dan verwacht. Zou je denken? Oh. Ja. Zullen we. Oké, we doen nog 1 potje op het laagste niveau. En dan ga jij met Shelly, want die is net wat beter. Okay, en dan gaan we dan een win halen. Want we moeten eigenlijk 1 keer een win halen. Oh, ik moet eerst op selecteren. Nu heb ik Shelly. Kijk, Shelly springt gelijk zo de lucht in. Dat is top. top. Ja. Dan wordt dit onze laatste kans. Dit wordt onze laatste kans op een win. Kom op, dus kom dat op, moet kom je op. Nu van je allerbeste kant laten zien. Ik ga en ikzelf natuurlijk doen. Ook. Ikzelf natuurlijk ik kan het. Ook. Ik weet nu eindelijk hoe ik moet schieten. Dat wist ik eerst niet. Dat is al iets, hè. Maar je hebt het al best wel snel de basics onder de knie. Dat scheelt. Gewoon schieten, lopen. Ik zie hier een klein kistje en die maakt mij dus sterker, toch? Oh, ja, klopt. Oeh, dat is mijn steentje. Oeh, hij wou bijna stelen. Ik heb jou wel door, flinker. Lekker, man. Mai. Ik heb nu ook 5. Hoe gaat hij daar? Niet goed. Niet zo heel goed. Oké. Hier even iets. Oké, ik sta hier nu ook niet heel lekker ervoor. Je hebt het. Uh-oh, kijk uit. Kijk uit, Joran. Oh. Nee. Ah!
Ik ben er. Ik ben overlevend. Ja, probeer even te blijven. Nog 10 seconden. Oh, als je dit overleeft, dat zou echt heel bizar zijn. Oké, kijk uit. Ik zie iemand lopen. Oh! Nee, ik wou hem killen, maar het lukt me steeds niet. Ja. Oh, jammer. Nou, ik kan wel zeggen dat je nu wel ondertussen Brawl Stars Pro bent, toch? Ondertussen? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Nou, misschien moet je, gaan we het ooit binnenkort nog een keertje doen. Als we iets meer hebben gespeeld. En dan gaan we gewoon iedereen ownen, dat weet ik zeker. Dat Want is ik heb een zo'n heel idee, goed idee. Dat een win vandaag er niet meer in gaat zitten. Oh, nee, dat denk ik ook. Nee. Maar hey, dan was dit het dan voor deze video. Ik heb wat trofeeën verloren, maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit, dat komt wel weer goed. Maar sorry. Dan was dit het... maakt niet uit. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baasjes. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!